Ik heb geen artiestennaam. Ik treed gewoon op als mijn eigen naam, Jordi. Althans, nu nog wel even. Dus nee, geen artiestennaam. Nou, Nederlandstalig muziek is zo mijn ding. En dat, dat zing ik. Nederlandstalig muziek. Test 1, 2, 3. Nou, het is begonnen. Voor het eerste keer zat ik in de huiskamer met mijn vader en moeder. Hebben een band opgenomen van Frans Bauer. Dat is in 1998. Die band die heb ik helemaal grijs gedraaid. Die heb ik nog steeds trouwens. Toen ik dat zag, was ik zo. Hoe moet je dat zeggen? Gewoon, ik vond het zo leuk wat hij deed en hoe hij dat deed. Dus ik dacht, van, nou, dat wil ik ook. Ik ga dat nadoen. Dus en dat bleef nu bij één keer, want mensen vonden het blijkbaar leuk. En dus ik ging daarmee verder. Toen kwamen op optredens na optredens en zodoende is er wat meer geworden. Even overnieuw. Geen even wat mensen. Zingen betekent voor mij een stukje vrijheid. Nou, dat kan ik meteen zeggen. Ik heb ADHD. Ik ben een drukke jongen. Dus zingen is voor mij ook wel een beetje wat rustig. Mijn gevoelens kijken. Wat zingen vind ik leuk, omdat je kan de emotie in kwijt. Je kan de blijdschap daarin kwijt. Als je verdrietig bent, blij voelt. Alles kan je er gewoon in kwijt. En dat vind ik zo leuk aan muziek. Vanavond, dan worden al mijn dromen waar. Nederlandstalig muziek is gewoon, en dat is niet omdat ik het zelf spreek, maar ik vind het ten eerste gewoon mooi. Je begrijpt het als eerste. Ik bedoel, het is belangrijk als je het begrijpt waarover je zingt. Vanavond wil ik eens lekker met je dansen. Vanavond gaan wij eens helemaal. Jij, je kunt alles van me krijgen, maar geef mij ook iets van jou. Het hoeft niet eens zoveel te zijn. Als jij maar zegt, ik hou van jou. Ik doe VMBO-B op dit moment op school. Ik zit nu bijna, ik ga naar de derde. Dus ik ga naar zorg en welzijn. Buiten. Het gebeuren om met school heb ik ook een hele grote hobby en dat is auto's. Het zingen komt op de eerste plaats, maar buiten het zingen vind ik auto's leuk. Nee, goed, we zijn gewoon met heel veel dingen bezig en we hebben zoiets van 10 uitzendingen gehad bij TV West Vlieg. Dus reality show samen met Frans Bauer naar Ahoy toe, zeg maar. Ik mocht hem toen ontmoeten en hebben we 2 grote uitzendingen gehad en dat is gewoon super. Paul de Leeuw hebben we pas gedaan, maar nu Vida Live, dus dat is ook helemaal spannend. Ja, ik treed alles op, ja. Ik ben opgebeld voor een seniorenflat in het Haagse Stadion. Er zijn gewoon heel veel mensen die ook na Paul de Leeuw en al die andere gebeuren hebben opgebeld. Daarvoor deed ik ook optreden zoals in flats, buurthuizen. Als ik optreed, dan is het beschrijf ik het wel als een soort van kick. Want ik vind als ik nou voor 100 mensen sta, 200 of 6 of 1000. Als ik achter het doek sta voor een optreden en ik zie mensen staan, dan heb ik er alleen nog maar meer zin in. Ja. Ik voel als de zaal voor mij gaat klappen, voel ik al pure blijdschap. Ik vind, en dat weet ik ook, en dat zal ik misschien later misschien worden, hè, dat ik mensen plezier mee kan doen met de muziek, dat mensen kan steunen. Want ja, goed, dat is gewoon, weet je, wat ik leuk vind. En dat zou ik graag willen worden, om mensen blij te maken. Zo is het leven. Zo. Mijn droom is Ahoy Rotterdam. Ahoy Rotterdam. Ja, heel veel mensen zeggen van, hou de naam maar schuif op, maar dat lijkt me zo kick om daar te kunnen staan. Ja, dat lijkt me echt leuk. Ahoy.